Hallo lieve schorpioenen bij mij, welkom bij je reading van de maand juli en wauw, wat gebeurt er veel. Wat gebeurt er veel? Lunar eclipse, solar eclipse, nieuwe maan, volle maan en je bent aan de beurt, zou ik bijna zeggen, op een hele positieve manier. Mars, je planeet, staat ook heel positief, want het is jouw ruler. Dus je bent heel erg in de actie en je kan het allemaal neerzetten precies zoals jij dat wil. En de kaarten zeggen tegen jou, de engelen, kristallen, orakelkaarten zeggen tegen jou, onconventioneel, met modolfiet. Prachtige groene, zachte, poederige steen. Ik heb groen ingedaan, maar dat is jaren. Je mag het doen zoals op jouw manier. Jouw unieke kwaliteiten zijn een belangrijk deel van je levensdoel. Je mag anders dan anderen voelen en je mag anders zijn. Nou, hoe mooi is dat om die toestemming ook te krijgen? En ik zou zeggen ook die toestemming te nemen. Eerste week, tweede week, derde week, vierde week. Ik heb het even opgeschreven. Dit is eclipse season. Dus jij kan nu dat powerhouse die je eigenlijk diep van binnen bent neerzetten. En het is nu ook een hele mooie tijd om meer zichtbaar te zijn. Dus juist, mijn zoon noemt dat anticyclus investeren in de zomertijd. Als iedereen een beetje op sluimerstand gaat, mag jij naar voren treden op een onconventionele manier. En dat kan zijn met je werk, dat kan zijn met je hobby, dat kan zijn met je spiritual practice. Jij mag het anders doen. In de eerste week staat alles een beetje in je tiende huis. En dat betekent een solar eclipse op die spiritualiteit en op die zakelijkheid. Maar dat het helemaal verandert. Je mag de transformatie, de dood, niet schrikken. Het is gewoon de transformatie, diepe transformatie. Wat je eigenlijk doet, is alles, die wijsheid en die intuïtie en die helderwetendheid en die heldervoelendheid, bringen it to the table. Dus ook in je werk, dus ook in je liefdesrelaties en ook in je spiritualiteit. Op jouw manier, hoe jij het wil. En als ik daarop invoel, gaat er gewoon eigenlijk iets van me afvallen. Omdat je heel veel overtuigingen en gedachten over jezelf hebt. En die kun je nu loslaten. Wat een bevrijding. Omdat je bewustzijn verhoogt. Nou, is dat dan niet een geweldige zegen in de eerste week van juli? Wat heb je in de tweede week? Mercury gaat retrograden, dus dat betekent eigenlijk dat hij langzamer gaat lopen. Sommige mensen vinden dat de traditionele astroloog zegt, is niet lekker. En ik zeg, ja, het is een fantastische tijd. Want je kan, net als de hangman, de tarotkaart, je kan de zaken van een andere kant bekijken. En de tweede week heb jij ook de starkaart. En de starkaart is een kaart van diepe heling. Dus ook rust. Gewoon het bekijken, want hier heb je net die transformatie, die wedergeboorte achter de rug. En hier moet je ook een beetje bijkomen voor jezelf. Even kijken. Ja, het komt allemaal te staan in je negende huis. En dat is het huis van de communicatie en van de reflectie. En het is ook een reassessment. En daarom is die rustkaart, die healingkaart, die starkaart zo mooi. Je kan eigenlijk gaan reassessen. Oké. Hoe kan ik het nou op mijn eigen onconventionele manier doen? Hoe kan ik nou in het spotlight stappen? En eigenlijk ben je ook wel een private person. Maar hoe kan ik nou in het spotlight stappen? Wat mensen eigenlijk ook helemaal niet van me verwachten. Dus eigenlijk met je nieuwe ik. En dat ga je vinden in de rust. Niet door erover na te denken. Nee, gewoon lekker in de bosbaan springen. Of lekker je laten masseren, of in je tuintje werken, of meditatie te doen, of lekker kleuren, of muziek maken, of met je liefde uit eten gaan. Het komt goed. Het komt goed in die rust. Wat hebben we de derde week? We hebben een lunar eclipse. Dat is eigenlijk de moon on steroids. En dan krijg je ook een mentale overactiviteit. En het is juist de bedoeling, en dat is dus weer dat anticyclus investeren, en ik zou zeggen anticyclus reageren in die derde week. Doordat je zoveel mentale activiteit krijgt, zou je eigenlijk heel erg moeten gaan voelen. En dat is die Page of Cups.
Moet je kijken, wat een zalige mooie kaart. Ook weer voelen. Maar ja, dat jullie kunnen beide niet anders dan voelen. Maar niet luisteren naar dat stemmetje. Wat je eigenlijk al had voor die eerste week. Al die gedachten over jezelf. Al die beperkingen over jezelf. Al die oude programmering die er op je loopt. Het is allemaal niet waar. Voelen. Weer met de onbevangenheid van een kind weer opnieuw beginnen. Met een schone bladzijde. Hey, dat is toch fantastisch. En dat kan dus op het gebied van je carrière zijn, van de liefde zijn. En dat je met... Is het onbevangen? Is het puur? Is het, ja, met de onschuld, dat woord zocht ik, met de onschuld van een kind opnieuw naar jezelf kijken. En voelen, jeetje mina, ik heb echt wat bij te dragen. Ik heb echt wat te brengen in de wereld. En ik stap uit mijn zelfgebouwde mentale hokje. En ik bevrijd mezelf. En daarmee eigenlijk iedereen in je omgeving. In de vierde week komt alles in je tiende huis te staan. De zon, Venus en het is ook een nieuwe maan in de vierde week. Het is een rebirth. En kijk eens wat je hebt. Je hebt de kluizenaar. En dat is de kaart van naar binnen. Weer naar binnen, hè? Weer naar binnen. Wauw. En het is zo mooi, want door naar binnen te gaan, kun je opnieuw naar buiten. Wat een fantastische, mooie, intelligente wijsheid van het leven weer. Door naar binnen te gaan, te reconnecten met jezelf, je wezenlijke, ons oorspronkelijke, pure zelf, en die opnieuw in de wereld neer gaan zetten. Onconventioneel, op je eigen manier. Jezelf bevrijden, zoals het hoort. Het hoeft niet meer zoals het hoort. Het mag zoals jij het wil. Nou, lieve schorpioenen, hoe mooi is dat? Het is veel, dat geef ik toe, maar alles staat... Zeker door die Mars, dat vuur, het is ook mijn planeet. Go, 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 go. Kun je helemaal door die diepe transformatie, door die diepe heling, door dat diepe voelen, door dat opnieuw reassessen, door jezelf opnieuw uit te vinden, om jezelf weer die toestemming te geven, kun je in de spotlight stappen. Hé, maar nu als jezelf. Ik hoop je te zien in augustus. Als je zegt van Mabel, help me. Ik heb een heel mooi e-boekje geschreven. Brain Science met Mabel. Een shortcut naar geluk. Met, ja, want je denkt, wauw, we gaan het wetenschappelijk doen. Ja, een beetje wel. Het gaat over theta-golven en meditatie, waarin je alles kan manifesteren. En ik zou het ontzettend leuk vinden om je daar ook bij te helpen. Met al mijn liefde. Tot augustus.